Hey, welkom bij weer een splinternieuwe aflevering van Russo's Running Channel. Vandaag gaan wij even geen wedstrijd doen. Wij gaan vandaag even weer een heerlijk stukje door Arnhem heen lopen. Wij gaan nu over de André Serkejev brug, zoiets mocht het heten. Ik ben even zijn naam kwijt. En daarna gaan we helemaal terug richting de John Frost brug. Die ligt hier achter mij. En dan zijn we weer 10 kilometer verder. Even onthouden jongens. Abonneren, subscribe. Het is gratis. Druk even op de like button. En druk even op het belletje. Het helpt mijn kanaaltje natuurlijk, zoals altijd, weer heel erg. Ik ga nu met een run beginnen en geniet maar even mee.
Something is changing. It feels like it's raining on me now. Down, down.
Kijk, nou weet ik het zeker. Het is dus de Andrei Sakharov brug. Ik zei dat geloof ik een beetje, klein beetje verkeerd bij het intro. Maar dat mocht niet baten. Kijk, weten jullie ook weer hoe dat geschreven was? Nou, ik ben nu bijna 5 kilometer onderweg. Ik zit ook bijna boven op deze mooie brug. Ik moet nog een paar honderd meter, geloof ik. En dan ja, kunnen we genieten van het mooie uitzicht van Arnhem. Ik zal het daar nog wel even laten zien. Tot zo. Nou, ik zit nu boven op de brug en wat een uitzicht. Kijk eens even. Er gaat nog net een mooi bootje om me door. Maar ja, dit is Arnhem van ver af. Helemaal boven op de Andrei Sakharov brug. Nou zei ik het in één keer goed. Ja, dat is toch weer mooi om te zien. Ah, zo'n bruggetje af kost ook weer moeite. Ik ben blij dat ik even een kleine time-out neem. Oh, hartslagje alweer 150. Het moet zo weer even kunnen. Mijn ademhaling is nog wel een beetje moeizaam. Nou ja, we gaan in ieder geval nu weer bergafwaarts. Dan laten we een beetje rechts aanhangen en dan gaan wij weer richting de stad en over de John Frost brug. Ik heb het hotel daar vlak tegenover, dus ik denk dat het bierfestijntje dat het even lekker op het terras bij het Bastion Hotel wordt en ik denk dat het een pulletje Jupiler wordt. Ik zal er ook even een handdoekje bij vragen. Nou, jongens, ik zeg tot straks, tot de volgende stop. Als we die nog hebben. Vrees het wel. Tot zo. Yo. We'll be right back.
Nou, zo te zien hebben we de eerste 4 mijl alweer gehaald. Heerlijk. Het is warm. Laatste dag van het jaar, zeggen de meteorologen. Zeggen ze wel vaker. Maar het is nou echt wel, zonnetje bakt er lekker op. Zweet breekt heerlijk los. Poriën staan weer lekker open. Laat het stink zweet feest maar beginnen. Ik geloof dat ik hier nog een paar bochtjes om moet. En dan kom ik die John Frostbrug alweer tegen. Het enige probleem van die brug is dat kring gaat ook weer omhoog. Nou ja, ik neem nu even een kleine adempauze. Over omhoog en naar beneden gesproken. Het gaat straks 21 november weer gebeuren. Ik zag plots dat ze hier een city urban trail hebben die weer dwars door gebouwen heen gaat. Nou, dat soort dingen van het weinig licht situaties, daar heb ik ook mede deze GoPro Hero 10 voor aangeschaft. Dus wij gaan 21 november hier of de 5 of de 10, ik denk de 10 kilometer doen, dwars door het centrum van het o zo mooie Arnhem. Ja. En dan gaan wij bibliotheekje in, mediamarktje in, casinootje vast wel weer in. We zien het allemaal wel. En ik ga er even flink voor trainen. Want die trappen op en af, ja, dat is ook niet alles. Daar moet je ook wel even flink voor getraind zijn, vooral met de knietjes. Nou, ik ga nu nog even een stukje verder. En even kijken of we aan één ruk door de befaamde John Frostbrug gaan redden. Ik zeg tot zo.
time. A generation of my time. There is nothing we can do. Nou, we zijn aangekomen bij de John Frostbrug. Deze nog even over. En dan zijn we weer thuis. Tweede huis dan. Niet mijn echte huis. Ja, dit is even een heel stel stukje omhoog. Ik dacht bij mezelf, die gaan we even wandelen. En dan gaan we zo meteen deze kant maar eens even af en het laatste stukje parcours trotseren. Heerlijke run. Geen brug is ons te ver, staat er op die lantaarnpaal. Nou, soms wel. Soms wel. Kijk eens. We zijn er aangekomen. De John Frostbrug. En nu gaan we maar eens even over. Tot zo! Would you believe if I told you that I don't wanna go back? I'm just afraid that I lose you. I don't wanna hide or waste another life. Yeah.
Nou, dat was hem dan. Wij gaan op naar het terras. Op naar de afsluiting. Tot zo! Dat was hem dan. Twee bruggen in Arnhem getrotseerd. Heerlijk langs de Rijn. Het was heel mooi weer. Dus ja, ik heb een lekkere run gehad. Het was geen wedstrijd dit keer. Volgende week weer een wedstrijdje te rennen. Maar deze week even niet. Het kan niet elke week feest zijn. Vergeet niet jongens, even abonneren. Subscribe. Dit is helemaal gratis. Druk even op het belletje. En like deze video even. Dat helpt mijn kanaaltje, zoals ik elke week al zeg, heel erg. Ja, ik geloof dat wij volgende week bij de 4 mijl van Groningen zitten, maar ik weet het niet 100% zeker. Maar dat merken we vanzelf. Ik heb de agenda even, zoals altijd, weer niet bij de hand. Nou, wij gaan maar eens even heerlijk genieten. Wij zitten nu in het Bastion Hotel en hier hebben ze heerlijke pulletjes. Jupiler. Nou jongens, ik zeg tot volgende week. Tot de volgende Rasso's Running Channel en proost!